Oké, week 9, weer een nieuwe vlog vanuit het Ruiter Experience Center. En deze week is de focus op het fijne segment. En dat betekent dus Strabini en Quinita. En daarnaast gaan we een Tobruff resistent ras in het zonnetje zetten. Om even te laten zien dat de rassen die dus resistent zijn, maar ook agronomisch goed kunnen zijn. Nou, we hebben een week achter de rug, als we naar het weer kijken, van wisselend weer, maar toch ook af en toe oostenwind en heel veel zon. Dus belangrijk om te kijken hoe dat gewas erop reageert en hoe wij met onze klimaatregeling daarop ingespeeld hebben. Dus laten we even gaan kijken. Als eerste de Strabini. Ik sta hier bij een vakje wat net gedraaid is. Dus dan zie je wel dat hij er heel netjes uitziet. Als je hem vlak voor het draaien is, die groeit inmiddels alweer redelijk van de draad af. Wat we hier zien is de omlichte teelt, dus de zesde, zevende tros bloeit. Qua snoeibeleid hebben we hier de eerste tros op 10 gesnoeid en daarna gaan we gelijk alles op 12 snoeien. Dat heeft ook te maken met de tijd van het jaar, dus gaat eigenlijk prima naar ons zin. De tweede in het rijtje is Quinita, ook net gedraaid, dus het ziet er strak en netjes uit. Wat wel een puntje is, we zitten nu puur in het voorjaar en met oostenwind en volop zon heb je de kans dat de lucht erg droog wordt. Dus je moet voldoende water blijven geven per joule licht. Want je kan op het moment beter iets aan de hoge kant zitten met je watergift als aan de lage kant. Anders gaat de plant er echt last van krijgen. Verder is het zo dat hier zitten we ook aan de zevende tros bloei. En qua snoeibeleid zijn we hier vanaf de eerste tros gelijk op 14 gaan snoeien. En dat hopen we zo lang mogelijk vol te houden. Dus zoals je weet hebben wij grote stappen gemaakt afgelopen jaar in de Tobruff resistente rassen. Van de 250 rassen die we in totaal in het Experience Center hebben staan, zijn er meer dan 140 resistent. En zoals het met resistenties vaak is, is dat, ze noemen dat een trade-off. Hè? Dus je wint iets en je verliest iets. En de kunst is om te zorgen dat je resistentie inbouwt zonder agronomische eigenschappen te verliezen. En het ras waar ik hierbij staat is een cherry tomaat. Vergelijkbaar met Quinita, een ronde. Die snoeien we op 14. En qua ontwikkeling is die even ver als de Quinita. Dus zeker net zo goed. Dus dat geeft hoop voor de toekomst, laten we zeggen. Zojuist verhuisd van de omlichte naar de belichte kas. En hier sta ik bij Strabini. Ja, echt een totaal ander gezicht als in de omlichte kas. We belichten hier ook nog eigenlijk vol gas. We zijn wel langzaam maar zeker aan het afschakelen. En dat betekent dat we met de Sonté boven de 300 watt afschakelen. De ledlicht blijft branden. Het enige moment dat we met ledlicht of gaan dimmen of iets zachter gaan is, of uitgaan, zeg maar, is als de stroomprijs te gek is. Maar in principe blijft de LED voorlopig nog even branden. Als we verder naar het gewas kijken, producties van boven de kilo en goede nette ontwikkeling. Veel paars in de kop, dus dat gaat eigenlijk nog steeds de goede kant op. Als tweede in de belichte kast is de Quinita. En wat je hier ziet is een nog sterkere afgroei van de draad, zeg maar. Dus nog paarser in de kop. En daarnaast is het echt een ronde sherry met fel rode kleur, zeg maar. Een ander puntje wat ik wil aanstippen deze week is de witte vlieg. Afgelopen week gaf ik al aan dat de witte vlieg op het moment de grootste uitdaging is. Ook hier zijn we gestart met biologicals, dus een schimmelpreparaat en een zeepextract om te zorgen die witte vlieg een klein beetje meer in te drukken en de Macrolophus en de Encarsia en de Eremoseris te helpen, zeg maar. Het is op het moment nog wel spannend, maar we gaan zien waar het op uitdraait. Als laatste in het rijtje van de belichte kas hetzelfde ras als we in de onbelichte kas hebben laten zien, dus een cherry tomaat. Met Tobruff resistentie, met goede agronomische eigenschappen. Een lekker tomaatje, een goede brix, goede houdbaarheid, mooie kleur. En inmiddels bloeit de 21ste tros. Dus ook qua bloeisnelheid en ontwikkeling en afkleuring ook een positief ras, zeg maar. Mocht je nou iets meer willen weten van de Tobruff rassen die bij ons in het Experience Center staan en
hoe ze presteren. Ja, neem dan contact op met je accountmanager en we plannen een afspraak. Want ja, wij zijn open om alles te laten zien. Tot zover de vlog van deze week. Volgende week dan, ben ik zelf een weekje skier. En neem mijn collega Jari het over. Dus ik zou zeggen, tot over 2 weken.